ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Macaulay. En wij gaan een mukbang voor jullie opnemen. Ik had op Instagram en op TikTok gevraagd aan jullie of jullie vragen willen achterlaten. En we hebben lekker McDonald's. Kom maar. Ik vind het helemaal spannend. En we gaan dus onze eerste video samen opnemen. Onze eerste echte video. Wel erg, je bent helemaal nerveus. Ja, ben je nerveus? Ja, ik vind het een beetje spannend. Nou, maar ik krijg al helemaal niet. Een beetje druk om voor de camera. Yes. Nee, dus we gaan lekker eten en ondertussen gaan we jullie vragen beantwoorden. Ik heb een Kip Nuggets menu. En ik heb lekker cola. Ik heb een Quarter Pounder menu. Ja. En we hebben dus, nou, eigenlijk wilden we niet naar de McDonald's, maar de McDonald's wordt gewoon altijd het meest aangevraagd. Dus toen dacht ik, ja, we moeten gewoon lekker naar de Mackie gaan. Want het is en leuk om te kijken en het is gewoon lekker. Dus we hebben wel vandaag al gesport. Ja. En nu gaan we lekker alles er weer aan eten. Maar ik ga eerst even wat drinken. Heel goed. Dit is heel goed voor de spieren, jongens. Ja. Zou ik eerst de eerste vraag erbij pakken? En we hadden echt heel veel leuke vragen, dus dat is echt top. Ja. En ik weet niet of we alles kunnen beantwoorden, maar als jullie nog iets willen weten, kan je het gewoon hieronder achterlaten. Maar het is wel gek dat we voor het eerst een video gaan filmen. Oh, heel spannend. Oké, ik ga eerst de eerste vraag doen. Of wil jij je eerste vraag kiezen? Nee, doe maar gewoon. Doe maar gewoon Ik ga gewoon random. Zou ik eerst op Instagram doen, ja? Eerst op Insta? Oké. Okay. Ja. Maar hebben we verschillende plekken gevraagd, toch? Op ja. TikTok en op Insta? En, ja. Ja, de meest gestelde vraag, misschien is dat wel handig om daarmee te beginnen, ja, is hoe we elkaar hebben leren kennen. Ja, die heb ik echt heel vaak gekregen, omdat ik dat nooit echt heb verteld. Maar we hebben elkaar leren kennen op een datingsapp. Ja. Ja. En Nee, had ik jou nou eerst geliked en toen had jij mij geliked, toch? Kon jij nou zien dat je mij had geliked of niet? Ik had Tinder Gold. Oh, dat mag je naam niet zeggen. Ik wilde niet zeggen dat het van Tinder was. Oh, dat maakt toch niet uit? Oké. Okay. Maar jij had wel het eerste bericht gestuurd. Nou. Vertel even wat je had gestuurd. Weet je het nog? Het eerste bericht? Ik kan me niet even herinneren. Jawel, weet je het echt niet meer? Nee? Hola, papa. Weet je het echt niet meer? Nee, weet je hoe lang geleden dat is? Dus dat was het eerste bericht. En toen eerst wilde ik daar niet op reageren. Waarom? Ja, omdat ik dat een raar bericht vond. Oh ja, en dat komt omdat jij kan natuurlijk Spaans. Daardoor stuurde je dat. Ja, en toen hadden we die. Was het dezelfde avond of was dat de volgende dag? Dat we hadden gebeld. Dezelfde avond, toch? Volgens mij hetzelfde, ja. Ja? Ja, volgens mij wel. Zo. Nou, daarna hadden we dus. We waren eerst aan het praten en toen vroeg jij mijn nummer. Ja. En toen hadden we in de avond gebeld heel lang en toen de volgende dag ook. Ja, misschien. En ik denk dat we een week later of zo toen hadden afgesproken. Misschien is het voor mensen een beetje raar dat we gelijk bellen. Ja. Maar ik vind het niet zo leuk om te typen de hele tijd. Mm-hmm. En omdat je op een social media, via social media mensen ontmoet, dan weet je nooit echt wie achter de mm-hmm. Achter dat profiel staat natuurlijk. Het is wel, als je belt, kom je er wel gelijk achter van, klikt het ja of nee? Ja. Van hoe iemand is. En dan hoor je de stem van Maar jij was echt gewoon dingen aan het doen. En ik had wel een soort van de tijd ervoor genomen om te bellen. Nou. Ja, en toen hadden we echt, nou, de eerste keer hadden we meer dan een uur gebeld of zo. Ja, klikte al heel goed. Ja, dat klikte heel goed. En toen de volgende dag hadden we gebeld. En toen, ja, ik denk dat we na een week of zo hadden afgesproken. Ja. Maar bijna toen elke dag gebeld. Ja, en toen hadden we, denk ik, na een week hadden we voor het eerst afgesproken. En toen gingen we eerst gewoon samen wat drinken. Ja. Wat hebben de tweede date eigenlijk gedaan? Schaatsen. Nee, dat was de derde, toch? Was de tweede date schaatsen? Dat was de tweede date. Oh ja, toen gingen we schaatsen in Rotterdam. Hele leuke schaatsbaan. Niet normaal. Ik viel zo vaak. Ik kan niet zo goed schaatsen. En ik vraag iets, zeg, vind je het leuk om te gaan schaatsen? Nee, dat was mijn idee, maar ik dacht, jij kan gewoon schaatsen. Dus ik zei, vind je dat een leuk idee, ja? Ja, tuurlijk, ik vind het leuk, maar ik kan niet zo goed schaatsen. Ze zegt, ja, ik ook niet. Dat heb je niet gezegd. Tuurlijk wel. Oh ja, toen zei ik ook niet. En ze zegt, ja, ik ook niet. Ja. Dan zijn we daar, eindstand, hè? Pof, sorry. Ik was er ongeveer 20 keer gevallen of zoiets. Mm-hmm. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Ik helemaal bezweet.
Normaal. Oké, welke vraag wil je nu? Wil jij erin kiezen? Doe maar gewoon. Okay. Waar zouden jullie graag ooit nog eens naartoe willen op vakantie? Dat vind ik wel een leuke vraag. Nou, we hebben nog geen vakantie geboekt dit jaar. Want we waren dus vorig jaar naar Zakynthos. Was echt heel erg leuk. Ja. Dat is echt een aanrader om naartoe te gaan. En ja, we willen eigenlijk dit jaar wel weer zo'n soort vakantie. Maar we willen natuurlijk wel ergens anders naartoe. Ja. Dus als je nog tips hebt, laat dan zeker even weten. Zeker. Maar ja, we weten het eigenlijk nog niet echt. Maar als we echt alles zouden mogen kiezen, wat zou je dan kiezen? Maar ja, jij bent overal geweest. Nee, ik ben niet overal geweest. Maar nee. Ik ben nergens geweest. Zo. Ja. En zien jullie sowieso wel leuke plekken. Komt. Ik kom uit de Dominicaanse Republiek. Ja. Ik ben Zuid-Amerikaans. En ja, ik ging alleen maar op vakantie naar mijn eigen land toe. Ja. Ja, ging je dan ook echt op vakantie in de Dominicaanse? Oh. Nou, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar voornamelijk om je familie weer te zien. Ja, dat snap ik wel. Ja. Dus anders dan in Nederland op vakantie. Ja, dus als we echt mochten kiezen, dan willen we wel op zich naar de Dominicaanse toe. Ja. Maar ja, ook wel iets anders. Ja. Ik zou wel graag samen naar Curaçao willen. Dat lijkt me ook een goed idee. Ja, maar ja. Er zijn zoveel leuke plekken en we weten niet. Ja. Zoals jullie sowieso ideeën hebben, toch? Mag ook binnen Europa. Ja. En ja, we willen dus eigenlijk geen Griekenland omdat we dat al hebben gedaan. Maar op zich is dat ook niet heel erg. Maar we zitten ook een beetje te kijken naar gewoon Spanje, Kroatië, een beetje daar. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit, maar we willen wel dingen kunnen doen. Ja. Dat je ergens naartoe kan en... Warm zijn is ook wel lekker. Ja, en het moet warm zijn. Gewoon stranddagen. Maar jij vond eigenlijk dat wij heel veel hadden gedaan op vakantie, toch? Hebben we behoorlijk veel gedaan, niet normaal. Ja, maar we hebben eigenlijk de hele dag op het strand gelegen. Maar je houdt van plannen, zo. Ja, oké, ik had wel elke dag iets gepland. Ze had elke dag iets gepland. Maar wel elke dag een ander strand. Toch? Dat was wel heel leuk. Ja, dat vind ik leuk, dat je steeds naar andere plekjes toe kan. Nee, maar wat ik eigenlijk gewend ben, om de hele tijd op dezelfde locatie te blijven. Hoe doe jij dit nou, met die saus? Huh? Doe je het in je bakje of niet? Ja, daarnaast. Ik vind dat onhandig. Waarom? Nu vind ik ook onhandig. Het is toch gewoon normaal zo? Ja, ik wil eigenlijk zo'n ander bakje. Heb je nou gezien de berichten McDonald's heeft gezegd erover? Wat dan? Er zijn dingen waar je eigenlijk voor meer moet zorgen moet maken dan voor een bakje. Oh ja, sorry. Doe het gewoon op de... Ja, mag niet meer zeuren. Ja, niet zeuren. Oké, maar we willen dus, ja, op zich, wat is nummer 1 locatie dan waar we echt naartoe zouden willen, Curaçao? Voor mij maakt niet zoveel uit. Maar we hebben dus nog niks. Het moet gezellig zijn. Gezellig. Leuk. Warm, dat is sowieso een van jouw eisen. Mm-hmm. En... Ja, ik wil wel echt dat het warm is, maar zo'n vakantie... Een andere plek dat het niet Griekenland is. Je wil gewoon ergens anders naartoe. Ja. Maar een vakantie naar bijvoorbeeld de Kou lijkt me ook wel een keer leuk. Om het Noorderlicht of zo te zien, maar... Maar ja, dan gaan we niet sowieso voor dit jaar. Dan gaan we sowieso wel plannen misschien. Ja. En we willen heel graag samen naar Parijs. Ja, dus dan gaan we sowieso... Dat licht is wel een beetje fel. Ja, na de zomer. Zie je dat? Ja. Oké, nieuwe vraag. Wat voor werk of studie doet je vriend? Ja, bij mij weten ze het natuurlijk al. Ik ben juf van groep 8. En wat doe jij voor werk? Ik ben... dat is eigenlijk een beetje heftig. Zie je zo McDonald's te eten? Ja, oké. Je bent personal trainer. Ja, hij wilde eigenlijk geen McDonald's eten, maar dat moest van mij. Maar ja. McDonald's, ik ben personal trainer. En ik geef al meer dan 7 jaar training. Mm-hmm. Dus als je nog een personal trainer zoekt, ja. Linkje in de beschrijving. Dan kan je lekker sporten in Noordwijk. Ja. Ja, maar je mag toch soms ook ongezond eten? Ja, zeker. Ja, dat is toch niet erg? Het gaat toch uiteindelijk om een balans. En als jij je lichaam goed in balans houdt, dan... Ja, maar we hebben net gesport, dus dan mogen we nu gewoon McDonald's. In principe is het niet zo, maar... Ja, als je een balans hebt en dat is wat je zoekt, dan... Ja, maar een mukbang kijken met gezond eten is gewoon niet leuk. Kan. Maar het is echt niet leuk om te kijken. Maar misschien wel juist voor de volgende keer een leuke variatie. Gaan we salade eten, ja? Ja. Mukbang salade, zeg je dan. Dat is heel gek. Dat wil echt niemand kijken.
Zullen we dat kijken? Niet. Ja, maar weet je wat? Mm-hmm. We proberen het. Nee. Kijken wat er beter loopt. Nee, dan gaan we even kijken wat jullie willen. We gaan een deel 2 hiervan maken. Ja. Zo simpel gewoon. Deel 2. Ja, de camera. En dan zeggen jullie als jullie McDonald's willen of wat anders. Ja. Of salade mukbang. Ja. Salade mukbang. Ja, we gaan volgende keer naar de KFC. Dat zou ook wel kunnen. Ja. Maar ja, dan mogen jullie zelf onze leuke opties zetten weer onder de comments. Kies maar wat jullie willen. Wat jullie willen. Wat jullie leuk vinden. Maar je bent dus personal trainer. Ja, ik ben personal trainer. Ik geef meer dan 7 jaar training. Mm-hmm. Janet, dan komen onder andere bij mij sporten nu ook. Oh. Vandaag ook nog getraind. Ja, ik ben benieuwd naar de spierpijn. Je vond het een beetje zwaar vandaag, hè? Ja, het was echt zwaar. Maar dat vind ik dus wel een nadeel. Kijk, als ik bij jou sport, ja? Dan durf ik wel toe te geven dat ik het echt zwaar vind. Ja? En ik denk als ik echt bij een echte personal trainer... Bij een echte? Die niet mijn vriend is. Ja. Dan ga ik ook niet zo een soort van zielig lopen doen. Snap je wat ik bedoel? Want dan durf je dat toch niet toe te geven. Of doen mensen dit, wat ik nu doe, ook bij jou? Ja. Oh, oké. Maar dat is gewoon normaal. Okay. En uiteindelijk, je moet wel begrijpen waar je mee bezig bent. Ja. En ja. Ja. No pain, no gain. Volgende vraag. Wil jij deze vraag kijken? Hoe snel zijn jullie gaan samenwonen? Oh, mijn god, hey. Veel te snel. Nee, niet veel te snel. Ja, het is een gevoel. Ja. Ik denk dat jij dat toch niet zo snel zou doen. Deze vraag heb ik ook heel vaak gekregen. Kreeg ik ook heel vaak onder mijn vlogs. Nou, ja, we zijn heel snel gaan samenwonen. Als je kijkt naar de gemiddelde, maar... Ja. Als je een goed gevoel hebt... Ja. Wat boeit het dan? Gaat het heel snel. En waarom zou je dat niet? Dat is zo boeren van die cola. Ja. Oeh. Ga maar verder met je verhaal. Ja, waarom zou je het dan niet? Nou, ja. Waarom zou je dat niet doen? Ja, als je een goed gevoel hebt. Ja. Nou, we hadden allebei een soort, nou, het is geen studentenkamer, maar we hadden allebei een soort kamer, een studio-achtig iets. Je had een appartement. Ja, en jij had wel echt een kamer. En ik had een studio. Ja, en wat het gewoon een beetje weten was... Weten jullie wat het verschil is tussen een studio en een appartement? Ja, maar dat voor mij was 40 vierkante, echt klein, jullie weten het natuurlijk. Maar in ieder geval, we waren op een gegeven moment gewoon elke dag samen. Mm-hmm. En ja, je betaalt toch allebei heel veel huur. Ja. En toen dachten we, ja, waarom gaan we niet gewoon het samen ergens proberen? Maar dan genieten voor het geld. Ik ging sowieso verhuizen. Ja, oké, ja. En ik wilde op zich ook wel weg. Ja. En met z'n tweeën was gewoon echt te klein. Ook. Ja, en eigenlijk was het gewoon de bedoeling dat we een beetje gingen kijken in de zomer. En toen was ik al heel snel voor iets uitgenodigd. En toen nog een keer voor iets uitgenodigd. Nee. Wat? Je ging heel snel op huis. Ja, oké. Ik had wel heel snel gereageerd. Maar je hoort ook mensen waarvan het 2-3 jaar duurt voordat ze iets vinden. Ja. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon. Ik kan beter maar te vroeg beginnen. Ja, en toen was voor de eerste waren we uitgenodigd. Maar toen waren we het niet geworden. Ze heeft op één huis gesolliciteerd, aangevraagd. Ja. Maar we werden gelijk voor uitgenodigd. Ja. Maar, tweede huis ook hetzelfde. Maar ik ben uiteindelijk wel blij dat we deze hebben en niet die ander. Nou. Was wel heel leuk. En nu wonen we dus sinds 30 november. Hadden we sleutel gekregen? 30 november sleutel gekregen. En nu volgens wonen mij we... de eerste week van december ja. Het huis helemaal afgemaakt. Nou. En de tweede week december zijn we gewoon binnen. Ja. Nou. Ja, dus we hebben ons eerste kerst en zo ook al gevierd in een nieuw huis. Ja. Nou. Dus, maar hoe snel, dat heb ik nu eigenlijk niet verteld. Binnen 1 jaar. Ja, binnen 1 jaar. Mm-hmm. Want in januari, ja. Ja, eigenlijk binnen 1 jaar al. Mm-hmm. Ja, maar ja, weet je wat het is? Het is ook als je we hebben elkaar leren kennen. Ja, in januari. In januari. En... Toen gingen we gelijk even afspreken. Ja. Maar we kenden elkaar eigenlijk gewoon, een jaar waren aan het, waren 11 maanden aan het daten. Toch? Nee, echt niet. Gewoon. Wel. Nee. Van januari tot en met november. We waren toch 11 maanden aan het daten. Ja. 11 maanden aan het daten, ja. Voordat we samen gingen wonen. Voordat we samen gingen wonen. Ja, nee, gelijk. Top. Ja. Ja, inderdaad. Maar ja, jongens, als het goed voelt, moet je het gewoon doen. En het ergste wat er kan gebeuren is dat je je huur op moet zeggen. Mm-hmm. Tot nu toe gaat het nog goed. Nog wel. Ik ga nu een vraag doen. Ja?
Oké, okay, nieuwe vrouw. Ik ga wel even ook op TikTok kijken. Anders vind ik het zielig. Wil jij niet een vraag kiezen? Doe maar, gewoon vraag stellen. Jij moet even een vraag kiezen, dat vind ik leuk. Oké. Ik ben benieuwd wat jij zou kiezen namelijk. Wat is jullie grote droom om samen te doen? Ja, ik denk toch wel... Ja, ik heb altijd met vakantie dingen, ik weet niet waarom. Maar is dat een droom? Is dat wat je heel graag realistisch wil maken? Ja. Oké, wat is dat dan? Zeg maar. Nou ja, gewoon een mooie reis maken of zo. Weet ik veel, gewoon ergens niet... Ik hoef niet per se naar Bali of zo, maar gewoon zoiets. Voor okay. langere tijd, voor 3 weken of zo. Dat zou ik wel heel leuk vinden om samen te doen. Toch? Of wat, waar dacht jij aan dan? Huis kopen? Dat is ook heel leuk. En, of waar dacht jij aan? Een huis precies, kopen. Ja, maar dit is ook heel leuk inderdaad. Ja, gewoon een reis, iets echt samen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus zeker. Dat heb ik ook echt nog nooit gedaan. Dat lijkt me wel echt gaaf. Voor langere tijd. Of in een cruise. Nou, waar je heel veel verschillende plekken bezoekt. Ja. Een cruise weet ik niet. Ik vind wel iets van, dat moet je ooit gedaan hebben. Maar het is niet dat het me per se heel erg aantrekt. Of backpacken ergens gewoon. Best ja, zoiets leuk. Meer. Met een koffer dan wel. Dat is toch niet raar? Hoe bedoel je dat is niet raar? Ik zie dat wel eens voorbij komen hoor. Dat kan gewoon slippertjes en een grote tas. Ja, mag jij die dragen. Hebben jullie hetzelfde? Smaak qua interieur en inrichting van het huis toen. Jazeker! Nou, het viel wel mee hoor, vond ik. Ja, we konden wel goed overlappen met elkaar. Onze ideeën zijn een beetje daar ergens in dezelfde richting. Nou, we hebben toch niet echt gehad van, nou, dit wilde jij echt niet. Of alles in het huis vinden we prima. Ja, maar het gaat ook om mijn balans, hè? Ja, ik wilde heel veel... Nou, ik hou gewoon van heel veel lichte kleuren. Ja, ik ook. En jij op zich ook wel van donkere kleuren. Ook. Ik vind dus ik wilde heel veel beige en jij wilde wel graag ook zwart erin. Ja. En dat hebben we een beetje gecombineerd en nu hebben we gewoon beige met zwart. Nee, maar anders zou dat heel vrouwelijk zijn. Het is nu alleen wel gewoon een beetje saai. Op dit moment, we missen nog een klein kleurtje erin. Ik dacht aan rood. En wat denk je aan? Ja, rood. Rood? Ja, is prima. Of een andere kleur? Bloemen. Ja, bloemen. Gewoon meer groen, ook meer planten. Ja, meer groen erin. Mm-hmm. Ja. Als je nog een andere kleur waar je denkt, dat is wel mooi. Beige, zwart en een klein... Ja. Een tartje op. Ja. Of wat? Kleine punt op de i. Kleine puntje op de i. Toch? Goud. Gold. Nou, kan ook. Toch? Ja, we moeten over nadenken. Ja, maar we hadden eigenlijk ook, we hebben posters en we hadden eigenlijk gewoon daar ook een kleur in moeten doen. Een beetje groen of rood of iets anders. Maar ja, dat is altijd achteraf. Ja. Maar het maakt niet uit, we kunnen het altijd nog aanpassen. En we hebben nu gewoon heel basic. Een bed is heel basic, kan je met alles combineren. Ja, dat is dus heel mooi van. Ja, maar ons huis is gewoon een beetje wit, beige, zwart. Toch? Oké. Okay. Een andere vraag. Zeg allebei één ding waar je het meest aan irriteert bij de ander. We staan nog bij wel lief blijven. Nee, je hoeft niet lief te blijven, zeg maar. Waar irriteer je het meest aan bij mij? En heel veel dingen. Maar ik ga er alleen maar eentje noemen. Ja, echt heel veel dingen? Nee. We zijn voor elkaar gewaagd. Gewaagd of gemaakt? Gemaakt. Mm-hmm. Jongens, goed Nederlands spreken. Ja, ga maar verder. Oké, vertel. Wat vind je het meest irritant aan mij? Echt het meest, hè? Dat je echt denkt, oh, dit vind ik echt zo irritant. Af en toe, er zijn momenten... Mm-hmm. Zo, er zitten ook heel veel calorieën hierin. Oh, echt? Dat is niet best. Af en toe weet je niet wat je wilt. Ik? Ja. Hoe bedoel je dat? En je wordt heel erg irritant dan. Maar kan je een voorbeeld noemen? Dat willen de kijkers wel weten. Als ik trek heb, dan vraag ik je, wat wil je? Dan weet je niet wat je wilt. Ja. Of, wat gaan we doen? Ja, ik wil heel graag wat doen.
Ja. Maar ja, ik weet het niet. Dan ga ik allemaal voorstellen geven. Zo gaat het echt nooit. Hoe bedoel je van niet? Tuurlijk wel. Nee? Zeg, wat wil je doen? Ja, dat weet ik niet. Dan zeg ik, kom, we gaan naar het eten. Oh nee, dat wil ik niet. Kom, we gaan even naar de bios. Maar ja, nee, dat wil ik ook niet. Als ik honger heb, dan kan ik daar gewoon niks aan doen. Dat hebben alle vrouwen. Dat is echt zo. Maar je bent toch wel een beetje speciaal. Dus dat vind je meestal irritant aan mij, als ik geen keuze kan maken wat ik wil. Ja. Oké. Wat vind ik het meest irritant aan jou? Ik ben zo lief, hè? Oh my god! Zeg maar, niet zeggen, zeg maar. Oké, zeg maar. Oké, wat ik het meest irritant vind... Mm-hmm. Ik kan niet kiezen. No. Nee, zeg maar. Sommige dingen die ik irritant vind, vind ik soms ook wel weer leuk. Oh, mijn camera gaat stop met filmen, moet er even opnieuw. Oké, wat ik meest irritant vind... Uh-huh. Is dat je soms gewoon irritant bent. Snap je wat ik bedoel? Huh? Dat je zo opeens zo irritant gaat doen. dat het dan heel rustig is, of ik ben heel moe. Ja. En dat jij dan opeens heel erg aan mijn armen gaat trekken of zo. Snap je wat ik bedoel? Gewoon dat irritante gedoe. En dat ik dan zeg, niet doen! En dat jij dan het wel doet. Dat vind ik het meest irritant. Oh, echt? Ja. Zo. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat je gewoon opeens zo heel druk wordt. Of heel erg zo... Maar ja, als jij... als ik thuis kom en je bent helemaal... Ja. Dat vind ik wel echt het meest irritant. En dat je een slobbervosje bent. Lig je op de bank en dan ga je heel vervelend doen. Ga je niks doen? Oké, we stoppen met deze vraag. Ja. We doen wel de laatste vraag. Waarom zo snel? Ja, het is al 25 minuten. Oké. Wat vind je het mooist aan de ander qua innerlijk? Wil jij beginnen of moet ik beginnen? Nou, doe jij maar beginnen. Wat ik het leukste aan jou vind, is dat je altijd positief bent. Oké. En dat je dat dan ook, dat jij van altijd van iets kleins ook iets heel moois kan inzien. Snap je wat ik bedoel? En ik heb soms, en dat weet ik ook van mezelf, dat ik met dingen niet meer echt heel dankbaar ben. Of dat ik denk van, het is voor mij gewoon heel gewoon. En bij jou vind ik dat altijd mooi dat je dan heel positief kan zijn. Of gewoon, ja, om alles blij bent. Mooi, hè? Dankjewel. Heel lief. En ik? Ik vind dat jij en jouw persoonlijkheid heel lief bent. Je bent een heel zorgzaam persoon. Wat? Waarom lach je? En het is een beetje aan de opruimen tussendoor, sorry. Maar ik vind dat jij sowieso wel heel lief bent. Voor mij ook. En, mm-hmm. En familie. Ik ben voorbeelden. Nee, grapje. Ja. Familie bent. Mm-hmm. En... ja, ik kan zoveel dingen noemen waar jij echt zo leuk weer bent. Je bent zo fantastisch. Dat is goed, thanks. Ik vind het toch een beetje... Ja, maar dat was toch mooi wat je zei? Was dat genoeg? Ja, dat was genoeg. Okay. Hartstikke genoeg. Ja? Moet je nog meer zeggen? Dat is prima. We hebben het eten ook op. Ja? Zit op? Ja. Een video afsluiten. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En als je het leuk vindt dat we nog een keer zo'n video opnemen, laat dat dan zeker even weten. En dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Die peace. Ja, peace out. Doeg.